Nou, laten we de laatste bot maar even summonen. En wie is dat dan? Oh my fucking god, het is Melvin! Melvin, altijd Melvin weer, hè? Verdomme Melvin. Yo, mensen, en welkom terug bij een nieuwe aflevering. Oké, ik weet ook niet wat ik van plan was. Maar in ieder geval, welkom terug bij Map van een Tijger. Vandaag heb ik weer heel veel mappen van jullie gekregen. Ik heb er nog ongeveer 72 in mijn fucking mailbox zitten. En ik hoop dat ze alle 72 fantastisch zijn natuurlijk. Dus laten we maar meteen beginnen. We gaan hier beginnen met de allereerste map. En de mapmakers zijn hier Xander en Noah. Het zijn de Quick Gamers. En we moeten alles lezen en dan kunnen we doorgaan naar de deur. Nou, hier is de prachtige deur en ik hoor een slime. Jongens, horen jullie ook een slime? Ik hoor een slime. It's a cute little slime. It's so adorable. Hij komt er hierheen. Kom maar, jongen. Oké, deze man gaat met mij mee. Kom. Even wachten, slime. Ik hou even dit ding voor je weg, zodat je naar me toe kan komen. Hoppakee, ja. Kom maar, vriend. Dit is mijn nieuwe beste vriend. Ik noem jou Steven. Kom, Steven. We gaan er vandoor. Steven, je bent wel tyfus langzaam, zeg. Tering. In ieder geval, hier is het allereerste onderdeel. En dat is een Steven, go fuck yourself. Wow, die was wel net kill. In ieder geval, ik ga niet op Steven wachten met dit fucking doolhof hier. La 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 la. Ah, man, ik loop weer vast. Het nare doolhof is zo naar, zodat hij naar is. En ik weet niet waar ik heen moet, maar ik loop maar een kant. Ik loop weer verkeerd. Misschien loop ik nu wel goed. Volgens mij loop ik... Ja hoor, kijk eens aan, we hebben goed. Zo, dat was makkelijk, hè? Nou, op zich was het nog best wel pittig. Nu even wat parcours. Goud is makkelijk, daarna komt iron en daarna komt diamond. Succes, dankjewel. Wat simpele parcours trucjes. Hoppakee, die kunnen wij wel, hoor. Hoppakee, dat is het eerste. Oh, op de witte. Oh, damn. We gaan gewoon hier op springen. Oh, yeah. Op de carpets. Oh, what the fuck? Oh, als je op die carpets springt, is dat ijs nog steeds wel effectief. Dat is fucking vervelend. Ik glijd alsnog wel uit over deze carpets. Oh, man. Oh, what the fuck gebeurde daar? We gaan ervoor. Ja. Oh, wat is dit? Dit was voor mij... Oh, dit mocht ik voor mij slopen als checkpoint zijn. Ja, kijk eens aan. Ik heb het goed gelezen. Oh, yeah. Oh, we zijn best wel pit. Oké, we moeten daar komen, jongens. Kom op. We can do this. We must believe in ourselves. Zijn nu bij de moeilijkste... Hey, Steven. Je bent toch nog gekomen? Waarom zijn hier... Steven, ik zei toch zo tegen je. Geen feestje geven. En... Hey. Kom eerst van de dak af daar. Hey. Oh. God, ik ga hem van de dak afhalen, hoor. Die man, die hoort daar niet. Steven, ik vind het niet kunnen, hoor, dat jij dit doet. Echt waar. Ik kan er echt niet tegen dat jij zomaar een feestje aan het geven bent. Geen idee waar ik heen moet. Voor mijn boekje. Oh, hij is van de dak voor die man. Die man is van de dak. Wil je niet zo naar me kijken? Hey, blijf eens. Ga niet zo naar me. Hey, ga eens weg, jullie. Laat Steven eens met rust. Oh, mijn god. Zelfs kinderen zijn niet uitgenodigd. Zie je dat? Ze zijn zelfs kleine kinderen uitgenodigd hier. Wow. Dat willen wij hier niet. Nou, Steven, ik praat nog wel met jou als we thuis zijn, hoor. Met zulke rare feesten. Die ga je toch niet zomaar geven, jongen. Ik word helemaal gek van jou, Steven. Echt waar. Steven, ben ik totaal niet van je gewend, mijn vriend. Oh mijn god. Zie je? Het is allemaal jouw schuld, omdat jij net op het dak zat. Allemaal jouw schuld. Fucking Steven ook altijd. Hoppakee. Moeilijk? Nou, best wel. Nu naar het volgende onderdeel. Spring naar beneden in het water. Welk water? Ik zie alleen maar lava. Whee! En we hebben het gehaald. We zijn hierin. Oké, we gaan kijken. Nu een quiz. Oh mijn god. Wie heeft de telefoon uitgevonden? Abraham denk ik niet. Ik denk Alexander Bell. Zou dat kunnen? Of kan ik... Ik denk Alexander Bell. Even kijken. We gaan kijken of wij het goed hadden. En we hadden het helemaal goed. Hoppa. Subet. Ga eens even weg. Hey, ga eens even weg, Subet. Wie heeft de Eiffeltoren verzonnen? Voor mij schrijf je Eiffeltoren niet zo. En Zubet, jij weet ook niet hoe je Eiffeltoren schrijft. Dus ga weg jij. En alle twee de antwoorden kloppen niet. Want allebei de achternamen kloppen niet. Omdat het met de kleine ei is. De korte ei. Dus ik ga voor B, denk ik. Ze zijn allebei fout. I don't fucking know. Oh, hallo creepers. Gezellig dat jullie... Ja. Ga je er alvast in? En jij vriendje ook? Hoppakee. Welke voetballer verdient het meeste geld in seizoen van 14-15? Ronaldo of Messi? Weet ik het. Ik ga voor Messi. Oh, nee. Staat hij ineens ladders? What the fuck? Er zaten ineens ladders bij dat stukje. Maar het antwoord was wel goed. Hoeveel abonnees heeft Link Tijger op 15-7-2015? Nou, ik heb persoonlijk geen idee. Nou, 50.000 sowieso niet. Want dat heb ik een paar weken geleden gehaald. En dus dan is het 40.000. Kijk eens aan. Kijk, dat zijn nou echt de vragen waar je over na moet. Oeh, zie je heel erg dokken. Hallo, Zubets en Zombie. Wie zijn de mapmakers? Freek en Jantje of Xander en Noah? Freek en Jantje. Ik weet niet wie Freek en Jantje zijn. Maar wat zei ik nou nog zo net? Niet op het dak staan. God
damn it, Steven. Steven heeft zoveel vrienden uitgenodigd de laatste tijd. Ik vind het echt niet kunnen. Wat zijn onze Minecraft-namen? Oh my god. Weet ik niet meer. Kilo Toek. Ik heb geen flauw idee wat jouw Minecraft-naam is. Spring hier naar beneden. Ik ga naar beneden springen. Heb ik nou... Ik heb gewoon alles. Goed, oké. Okay. Nu even PvP'en. I'm ready to fight. Laat een paar keer overhalen. Kijk wat er gebeurt. Hoppakee. Wat gaat er gebeuren? Ik hoor heel veel. Oké. Okay. Ik snap dus al waarom ik een paar keer over moest halen. Oké. Okay. We gaan dus even die PvP-battles gaan we even halen. Eerst de zombies killen. Dat is het slimste. Want de skeletons kunnen ook nog de zombies killen. Dat is echt super slim. Oh my god. Zie je dat? Oh yeah. What you gonna do when I come for you? En skeletons gaan ook op elkaar spelen. Dat is juist leuker dan. Hoppakee. Oh yes, zie mijn goede PvP skills hier. Zwa. Hoppakee. 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 Hoeveel staat er nog in? 40. Nou, met alle respect ga ik dat niet doen. Ik hoor een Steven, jongens. Hallo, Steven. Gezellig dat je er weer bent. Je krijgt zo'n huisarrest, jongen. Je krijgt zo'n huisarrest. Goed gedaan. Volg het pad. Ik ga het pad volgen. Steven, ik zie jou zo meteen thuis wel. Ik moet naar een lever zoeken in deze kamer. Er zitten een paar kisten verstopt tussen dirt. Hak het dirt weg. En je zult een lever vinden. Oké. Okay. Well, let's find me some levers. Chest nummer 1. Wat zit erin? Een boek of quill. Nou, wat zou erin staan, jongens? Wat zou erin staan? Je dacht toch. Wacht, je dacht dat je hem had gevonden. Eigenlijk had ik wel een idee dat ik hem had gevonden. Maar hé, wat jammer nou weer. Misschien. Ligt hij hier zo? Misschien ligt hij. Ah, is dat nou? Ah, kijk eens aan. Ik heb hem gevonden hoor, jongens. Ik heb hem gevonden. Kijk eens aan. Hij is open. Ga je mee, Steven? Kom. Het zit hierin. Kom maar. Ja, en dan kunnen we hier naar binnen. Kom maar. Ja, je bent er bijna, knul. Je bent er bijna. Nog één stapje. Ja, en de deur is dicht. Alright, we gaan over dit ijs heen. En dan staat hier bedankt voor het spelen van deze map. Dit was zeker een leuke map. En ik ben heel erg blij dat ik deze heb gespeeld. En we gaan door naar de volgende. Oké, ik kom hier in een map met ontierlijk veel Stevens. En het enige wat ik zie is dit. What the fuck? Serieus, dit stukje val je hierin. En wat staat hier? Bedankt voor het spelen van mijn map. Ja, krijg de tering. Met alle respect hoor. Is dit echt een van die dingen die echt iemand demotiveert? Oh my fucking god. Ik kan hier zo slecht tegen. Aaron laagstreepje AC. Ik hoop dat je aandacht hebt gekregen bij deze. Maar bij deze is ook meteen je e-mailadres verbannen. Zodat jij geen mappen meer naar me toe kan sturen. Want er zijn genoeg mensen die wel goede kwalitatieve mappen kunnen sturen naar mij. En als ik poep krijg net als dit. Dan stuur ik degene die ik nog haat toch niet eens op. Want dit is gewoon dikke tijd wasting. Oh, en geloof me, ik heb wel vaker van dit soort mappen gekregen. En dan geef ik ze niet eens aandacht, dan skip ik ze gewoon. Maar ja, ik wou dus even laten zien wat voor stress ik soms krijg bij het krijgen van mappen. Maar gelukkig zijn er nog hele kwalitatieve mappen die ik wel krijg. En die zorgen ervoor dat de negativiteit die ik van hun bijvoorbeeld van die Aaron kreeg, verdwijnt en de positiviteit laat stromen. Oh man, dan kom ik in zo'n fucking kwalitatieve map en dan weet ik niet waar ik moet beginnen. Kijk, hier is niet het beginplekje en daar is niet het beginplekje. En dan weet ik echt totaal niet waar ik moet beginnen. Misschien moet ik hier beginnen, alsjeblieft zeg ja. Huh, what the fuck is er gebeurd? Holy fucking shit. Oh my fucking god. Oké, dit is dus het begin. Nou, met heel veel dingetjes erbij gezegd, jongens, is dit een map van Florian. Er zit een storyline in, een heel klein beetje parcours, een boss battle en misschien een happy ending. En als ik hierop stond, dan zorgde ervoor dat er hele redstone systeem ging, waardoor deze chest viel. En hier zit ontierlijk veel spullen in en ik heb al ontierlijk veel spullen in mijn inventory. En ik heb het game's hoofd. Ik heb geen flauw idee waarom. En ik heb ook een toverstafje, what the fuck. Nou, in ieder geval doe ik het game's hoofd. Ah, daar is die. Nou, in ieder geval is het me gelukt om alle spulletjes even te droppen ergens. En kijk eens aan wat we allemaal hebben. We hebben hier prachtige mooie spulletjes. En natuurlijk een boek met regels. Regels, hallo Linktijger. Dit zijn een paar regels waar je echt aan moet houden. Sla om ze verder te lezen. Ja, dat zijn allemaal de basic dingetjes. Gebruik zo min mogelijk de don-tactiek. En groetjes van gekkigheid. Nou, de groetjes terug aan de gekkigheid. Ik wil even eens kijken. De instellingen, even op alles klikken. Oh, al mijn items zijn... Oh, sta eerst op de instellingen. Oh, oopsie. I think I fucked up. Oké. Okay. I think I pretty much fucked up. Oh, hier moet ik beginnen. Hoi Link, leuk dat je mijn map speelt. Om de regels en storyline te lezen, ga dan naar rechts. Dit is mijn eerste map ooit. Hopelijk speel je hem. Tuurlijk speel ik hem, want ik heb hier een computer en een radio. Piep, piep. Oh, wat gebeurt... What the fuck? Ik druk dat knopje in en... Oké. En ik heb hier nog een kelder. Ik ben heel erg benieuwd wat in mijn kelder zit. Easter egg. Oh yeah. Zo, we zijn weer boven en we gaan naar buiten toe kijken wat wij moeten doen in deze objectives. Even kijken wat hier staat. Ik ga even op bezoek bij Harm. Ah, ik ga even op bezoek bij meneertje Harm. Psst, meisje. Oh. Wie was dat? Hallo? Poes. Waar ben je? Oh, jij komt hier zo praten tegen mij? Leuk, Harm heeft een speeltuin. Oh, Harm heeft een speeltuin. Oh my god, kijk hoe cool. Wat zou het... Wat ziet het er geweldig uit bij Harm? Ik vind het echt geweldig, Harm. Ziet het zo mooi uit bij jou? Wat is dit? Heks.
Wat? Knockback enchant level 15? Wat? Oké, die neem ik mee. Huh? Ah, deze parcours is nog best wel pittig. Maar, oh my, nee, 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 nee. Nee, niet doodgaan, Link. Please don't die on me. Please don't die on me. Man, oh man, ik ga dood. Ik ga dood, 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 ik ga dood. Ik ben dood. Zo, en we zijn weer terug. En ik heb een spawnpoint hier ook meteen gezet. Wat staat hier? Een checkpoint. Oh, een sappige checkpoint. Ja hoor, kijk eens aan. Hier komt prachtig mooi water. En dat betekent dat ik hier doorheen kan of zo. Oh, dan kan ik hierheen. Chill, 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 chill. Hoppakee. Oh, heb ik een soort jump boost gekregen? Ik heb een jump boost gekregen. Oh, ik weet niet hoe ik eraan kom. Maar zelfs met jump boost kan ik er niet. Ah, snel terugspringen. Ergens snel. Holy shit. Ah, wat gebeurt er? Ah, ik zit in de fik. Help, 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 help. Alright, waar moet ik nu heen? Ik heb geen flauw idee. En we gaan weer jump boost doen, jongens. Hoppakee. Ja. En hopelijk landen we erin lopen. Ja, kijk eens aan. Prachtig geland, zoals het hoort. Oh, waar de fuck zijn we? We gingen er op bezoek bij Harm. Oh, oh, wat gebeurt er? Mwahaha, jij dacht eventjes bij mij op bezoek te komen, of niet? Jij komt hier nooit uit. En dan zegt de guest, ga het riool uit en ga naar Harms huis voor payback. Let's go for the payback, bitches. Ik vind het wel grappig dat Harm altijd de slechterik is in de map van de tijgers. Ik vind het echt super grappig altijd. Oké, je moet hier doorheen. Ah, het is gelukt. En ik zie hier een chest met een skeleton skull en allemaal andere shizzle. Het is wel grappig dat ik allemaal echt random shit krijg waar ik echt totaal niks aan heb. Harm moet laten wegen maken worden. Omdat het een fucking crappy eruit ziet. Ja, ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. Oh, wat staat hier? Het lijkt erop dat Harm hier thuis is. Ik ga rondkijken in zijn huis op info waar hij zou kunnen zitten. Doorzoek alle chesten voor meer informatie. We gaan even kijken. Bulldog plan. Oh, ja, Harm heeft een plan. Ik ben heel erg benieuwd wat Harm van plan is hoor. Bouwplaat voor het opblazen van de bulldog. Huh? Ik ga de bulldog laten exploderen met 10.000 tier 10. Met alle YouTubers erin. Zelfs die ene linktijger. Wow. Oh, Harm is echt evil. Holy shit, jongens. Vind eerst de andere. Welke andere? Oh, ze bedoelt die andere chest. Oh, wat? Ik kreeg ineens een carpet. Hartstikke leuk. Ik kreeg hier een tirk van string en geld. Het gaat gebeuren. Oh, je moest hier eerst opstaan. En dan zou je erin van. Ah, oké. En let's go down. Oh, waar zijn we ineens beland, jongens? Ik had totaal niet door dat het wegging. Dat is ook niet grappig. Oké, zeg TP. Waar zijn we ineens gekomen? Oh nee, de brug is kapot. Nou, ik ben wel zo goed in parkouren dat ik de brug kan overleven. Ja hoor, kijk eens aan. Waar zijn we nu? Ik heb een Iron Axe gekregen. Ik denk dat het de bedoeling is om het hout te hakken om naar het volgende eiland toe te gaan. Ik vind het prima. Ik vind het helemaal mooi. Ja, ja, daar ga ik dan hoor. Daar ga ik dan hoor. Kijk eens aan hoe ver ik al ben. En kijk wat hier gebeurt. Vind een button om hem neer op... Oh, ik moet een button vinden om hem op de emerald neer te zetten. Ik weet wel dat ik een button in mijn inventory heb. Van het begin nog. Maar dat is niet de bedoeling, denk ik. Nou, ik heb echt geen flauw idee waar die button moet uithangen. Echt niet... Oh. Ik denk dat ik hem heb gevonden. Je zit hier gewoon. Oké, ik heb hem gevonden. En ik moet hem nu daarop plaatsen. Weet je wat? Ik laat die button daar wel zitten. En ik gebruik deze gewoon. Hoppakee. En we zijn er. Ah, dus ik moest hem gewoon vinden. En denk, hak, is dat Harm? De quizmaster zegt, haha, leuk dat je er bent. Denk, we gaan 3 vragen stellen over Minecraft. Lukt jou dat? Dan kan je vrij. Wat? Dan kom je vrij. En anders, kuch, kuch. Ga maar gauw op de Iron Press Plate staan om te beginnen. Nou, oké, Quizmaster, laten we dat eens eventjes doen. Hoppakee, we gaan erop staan en ik ben getp'd. Oh shit, de vraag nummer 1. Welkom, dit is vraag nummer 1 over de water en de oceaan. Vraag 1, van welke vissen word je ziek? Haal de muis over het item frame. Ik denk deze. De pufferfish, ja. Voor mij van de pufferfish word je ziek. Ik weet het wel bijna zeker. Oh, we hebben hem goed. Oké. Mops. Ah, die moet ik al weten. Welke mop moest eerst een pig zijn en is nu een andere mop? Ik denk een creeper. Zie, ik wist dat het een creeper was. Het thema is YouTube. YouTube heeft niks te maken met Minecraft, of wel? Ik heb geen flauw idee. Welke Minecraft channel heeft de meeste abonnees? Sowieso Linktijger of DenTB of... voor mij is Skyler's Minecraft. Sowieso wel. Linktijger sowieso niet, maar... waar de fuck ben ik getipt? Oké, voor mij zit ik... Ik heb geen flauw idee. Ja, oké. We gaan hierop staan. Linkpoes zegt, ik heb je weer gered. Bla, bla, bla en zo. Je moet Harm tegenhouden. Ik tp je wel naar zijn locatie. Ben je er klaar voor? Ik ben er niet klaar voor. Harm heeft gevochten met Joost en hij is ernstig gewond. Volg het bloedspoor. Joost ligt in het ziekenhuis met Ebola. Oké, volg het bloed. Oké, bloed is hier overal. Oh my god. Joost, why you do this? Why you have Ebola? Dit is wel een leuke uitgebreide map. Zeg, jemig. Hij zit voor de rest wel goed in elkaar. Dus daar ben ik altijd wel blij mee. Kijk, dit is nou die mappen waar ik het over heb, jongens. Dit zijn echt gewoon kwalitatieve mappen. En ze zijn ook leuk om te spelen. Wat zit hierin? Ik zie hier... Oh,
speedboat laarzen. Alright, we gaan de gates open, maar dat was totaal niet mijn bedoeling. Oké, make the gates open en we gaan naar binnen toe. Wat is hier allemaal aan de hand? Dus je denkt mij zo tegen te houden? Nou, kom maar eens langs, mijn bewakers. Welke bewakers? Moet ik hier aan zitten? Is dit de bosspannen? Ik heb geen flauw idee. Oké. Dat is Milan! Milan, wat doe je hier? Oh mijn god, zie die knockback. Oh my god, Milan op pak. Milan, jij nare man, nare man. Oké, wat heeft hij gedropt? Hij heeft iets gedropt, wat is dit? Axeknolpower, oké. Nou, die stoppen was in de hopper. Hoppakee, dat is ons gelukt. We hebben de flint al. Nou, de volgende gaan we even killen. Wie is dat dan? Oh my fucking god. Het is Traanman, jongens. Het is de enige echte Traanman. Het is Jeremy. Jeremy, sterf. Erspies. Jeremy, sterf. Jeremy, je moet echt even dood. Nou, laat ik eerst even mijn first aid kit nemen, want ik ben bijna dood. En we stoppen de boder, gooien er maar eventjes in. En we krijgen ervoor een iron ingot. Nou, laten we de laatste bot maar even summonen. En wie is dat dan? Oh my fucking god. Het is Melvin. Melvin. Altijd Melvin weer, hè? Verdomme Melvin. Kijk hoe ver ik terug ben gespant. Het is allemaal Melvin's schuld. Alright, ik ben teruggekeerd. Waar is die Melvin? Kan ik nog een Melvin spannen? Ik wil Melvin killen. Hier komen Melvin. Je motherfucker. Hè? Melvin? Hè? Wat denk je wel niet, joh? Wat denk je ja wel niet? Hè? Kom dan. Kom dan. Hè? Ik durf niet, hè? Ik durf niet. Nee, nu durft het niet meer, hè? Die Melvin. Ah, ja! Oh, die Melvin is sterk. Oh, maar niet sterk genoeg om mij te killen. Ha, ha, ha. TNT afsteken en achter het lint gaan staan. Is dat... Hallo Harm. En als ik die dan hierin stop, dan krijg ik... Hallo. Ik bedoel, als ik die dan hierin stop, krijg ik mijn TNT. Ja, kijk eens aan. Hier maken. Hoppakee, hier neerzetten. Hier neerzetten. En hier neerzetten. Jongens, we gaan het aansteken in 3, 2... Oké, we gaan achter de lijn staan. Hallo, even kijken hoe mooi... Ik ga dood. Wow. Ik wou zeggen, je gaat dood, Harm, maar hij is wel degelijk. Hij leeft nog gewoon. Harm kan niet dood. Waarom kan ik Harm niet killen? Harm kan niet dood. What the fuck? En ik denk dat we nu de map hebben gehaald. Yay! Oh, staat ook letterlijk in het mailtje. Ik heb een Minecraft map gemaakt, alleen ik wist mijn wachtwoord niet meer. Hashtag facepalm. Dus na de boss battle is het een droog einde. Nou ja, zo droog is het niet aangezien ik best wel aan het water sta. Maar desondanks dat het een heel raar einde is, vond ik hem toch hartstikke cool. Jongens, voor elke like dat jullie achterlaten is het voor elke keer dat ik Harm heb gekild. Dus op zijn minst wil ik 10.000 likes hebben op deze video. En ik zie je in de volgende aflevering van Map van de Tijger. En er zit er maar één ding en dat is later. Ik heb een tijgerboot en een... Pardon? Je bent 15 jaar. Dit hoor jij niet te... Dit woord hoor jij nog niet te kennen.